Joselien, je had mij gevraagd van vandaag, het is wat anders te doen. En tijdens de show is twee mensen in de bloemetjes te zetten. Twee mensen waar jij heel veel aan hebt, elk jaar opnieuw. Ik vertelde er straks al linkerhand en rechterhand, maar het is veel meer dan dat. En de eerste die we eventjes in de bloemen willen zetten, dat is de man die er elke keer voor zorgt dat er muziek is op de les, die ervoor zorgt dat allemaal klaar is. Ik heb hem ook zo aan de podiums zien afplakken op de vloer, dat de mannequins weten van hoe dat ze moeten lopen. En vanavond staat hij hier ook aan de knopjes. Ik hoop dat hij heel snel naar achteren kan komen, want we willen hem graag hier eens even op het podium hebben. Dames en heren, Arnold. Lopen toch! Ik ga de volgende ook al vertellen wie dat we graag in de bloemetjes zetten, want dan hebben zij ook tijd om naar achteren te komen. Het gewone staat hier een trapje vooraan, maar dat, ik denk dat er te veel op en af liep. Dus ze hebben dat trapje gewoon weggepakt, dus we moeten alle langs achteren komen. Een dame die eigenlijk ook altijd, als je Joselien ziet, dan zie je die dame natuurlijk ook. Ze heeft altijd een hoop papieren in haar handen en ze is altijd, ah, hier is Arnold Alsté. Voilà. Ja, meestal sta je er achteraan, Arnold, dus vandaag moesten we jou eens eventjes hier op het podium hebben. Ik ga even verder met mijn verhaal. Dus ik ga het over een dame die altijd naast Joselien staat met papieren in haar handen, die van alles zit te regelen en te doen, en die dan ook vandaag nog eens in de jury zit, en ze heeft absoluut niet door dat ik het dan... Dames en heren, ik wil ze ook graag eventjes hier op het podium. Vicky Zagang. Ja, Vicky, ik hoop dat... Ja, je hebt weer van die hakken aan, maar ja, helemaal om. En dan hebben we je graag hier ook eens eventjes op het podium. En wat geeft toe, Joselien, zonder die mensen zou het moeilijk zijn. Als je het allemaal alleen moet doen, dan is het heel moeilijk. Trouwens, wie ook wat meer wil weten over Joselien, die Joselien nog niet goed kent. Joselien heeft een boek uitgebracht. En dat boek, dat heet Zolang dat ik op hakken kan lopen. Dus dat boek, dat kan je kopen in de betere boekhandel. En dan kan je het verhaal volgen van Joselien Panes doorheen haar carrière. Hier is de Vicky Zagang. En dan gaan we er ook eventjes een foto bij maken.